Na de ja, domper van vorige week, wouden we ons kosten wat het kostte ja, revancheren. En ik denk dat het vandaag is gelukt. Wat was het verschil met vorige week? Dat debakel daar in Alkmaar, die 5-0 nederlaag? Ja, alles. Vanaf minuut 1 straalden we uit dat we echt de 3 punten hier in huis wilden houden. En ja, dat we gewoon volle bak wouden gaan. En helaas, of ja, niet helaas, ja, helaas voor de Graafschap, maar voor ons niet. Is het gewoon goed gekomen. Hey, de eerste helft nog wat stroperig, een beetje stroefjes af en toe had ik het idee. Maar toen de doelpunten kwamen, ja, steeds meer vertrouwen. Hè? Toen gingen jullie lekker voetballen. Ja, zeker. We moesten wat doordrukken. En het lukte maar niet. En op een gegeven moment, ja, dan kom je op 1-0. Viel er een last van onze schouders. Toen begonnen we te voetballen en ja, dan loop je uit naar een mooie 3-0 zegen. Even voor jouzelf, 2 keer een assist, hè? Dat is lekker, denk ik. Ja, zeker een mooi begin. Dus 2 assisten. En ja, hopelijk zullen er nog meer volgen. Er was toch wel wat kritiek, hè, na die nederlaag daar in Alkmaar. Misschien ook wel terecht, hè, want het zag er ook niet uit, vooral die eerste helft niet. En dan moet het een supergoed gevoel geven, denk ik, en ook vertrouwen geven naar de toekomst. Ja, zeker. Nee, de kritiek was logisch en terecht natuurlijk. Als je met 5-0 verliest, zou het zijn als het ja, positief zou zijn. Maar ja, aan ons om het door te zetten de aankomende week. En we zijn er nog lang niet. En we hopen natuurlijk dit goede gevoel vast te houden. Ja, er is nog wel werk aan de winkel, denk ik, hè? Ja, uiteraard. We zijn er nog lang niet. Dus Eeswaluw mag nog geen zomer. Maar vanavond mag je even blij zijn. Zeker. Dankjewel.